Zeg, dames. Hé, hey, yo. Kan je dan ook helemaal niks? Even. Abort. Abort. Wat? Abort, abort mission. Corrector Scheef komt eraan. Dat kan niet. Hou hem aan de praat. Ja, ga. Meneer de corrector. Waarom niet? Waarom bent u eigenlijk het onderwijs ingegaan? Sorry, wat? Wat? Wekelijkse afspraak dermatoloog. Hebbes. Dat is precies wat ik nodig heb. Bitch. Denkt u dat er ook zo'n baan bestaat, zo pas? Zo, mag ik je heel even afronden? Heel erg bedankt voor je complimenten, maar ik heb iemand op kantoor zitten en ik moet er heel snel naartoe. Ik wil even om je. Maar, Wat is het? Gaat het goed? Nee, het gaat echt niet goed. Mijn buik, ik heb buikpijn. Meisjespijn, zeg maar. Ah. Ja, buik. Heeft u iets voor mij? Heb je hier iets aan? Tissues? Ja. Nee, dat is... Hey, ik heb je tissues. Oh, nee. Ik voel me echt stukken beter. Ja, ik ook, wauw. Nee, het gaat niet. Ja, kom. Oh. Het is dus een vrijstelling waarmee ze elke woensdag weg kan van school. Dan mag ze naar de dermatoloog. Nou, dat kan dan dus niet. Want Avalon's gezicht is echt zo glad als een naaktkat of zo. Hé. Hey. Niet over katten praten tegen mij, oké? Okay? Sorry. Maar ja, je hebt wel gelijk. Dat is toch raar? Of verdacht? Collecting evidence. Oh, moet je kijken. Dit is echt genoeg spul om je gezicht 3 lagen dik mee vol te plamuren. Er is iets met haar huid. Definitief. Oh my god. Hier, dat is vast. Oh, hatsa flatsa. Ze moet vanmiddag weer naar de dermatoloog. Moet jij eens raden wie er vanmiddag ook gaan? Nee. Zeg, dames. Is dit een les lichaamsbeweging of lichaamsstilstand? Opschieten! Dit is het. Dit is het? Ja. En nu? Een plekje zoeken. Waar? Daar. Daar? Ja, daar. Kom. Waar haal je die opeens vandaan? Van mijn vader. Oh. Hij is de beste vogelspotter in de provincie. Wow, kan je daar de beste in zijn? Je kan overal de beste in zijn. Ik moet plassen. Ja, wat denk je zelf? Nou, dan hou je het maar op hoor. Ik moet zo wel echt weg, hè? Ik moet nog eten en schaken en leren voor dat SO hier. Kijk nou. Dat hoofd. Dat is echt niet normaal. Ja, hebbes. Ik heb hem. Wat goor. Dat zeg je toch niet? Wacht. Beetje contrast erin. Beetje rood. Ach, godverdamme. Kijk nou. Dat is echt perfect voor Insta. Auw. Je maakt haar hiermee kapot. Hallo, zij begon. Ze heeft zelf die filmpjes van mij online gezet. Dat weet je helemaal niet. Ja, wie anders? Jij? Ze haat me al vanaf seconde 1 van de Flygirls. Ze is gewoon jaloers.
Maar, Cindy, helpt het dan om je te verlagen tot haar niveau? Zweef als een vlinder, steek als een mij. Mama Tali. Ja, maar foto's online gooien is niet echt zweven als een vlinder. Laatst zei je iets van, om je vijand te kennen, moet je hem echt kennen of zoiets. Nee. Hier. Om je vijand te kennen, moet je hem zijn. Generaal Sansou. Ja, dat bedoel ik. Nou, dat moeten we dan dus gaan doen. Toch? Aan onze act werken. Zorgen dat we beter worden dan die girls van Avalon. We weten tenslotte al wat ze gaan doen. Toch? Misschien heb je wel gewoon gelijk. Ja. Oké. Maar beloof je? Beloof je dan dat je die foto niet gaat delen? Beloofd. Dank je wel. Juist een mix van allemaal oude dingen. Dus retro jazzballet meets punk. En dan doen we een halenkam. Hallo, ik brainstorm. Wat lees je? Ik sta nog steeds in een stukkenrating. Daarom moeten we dus ook iets heel nieuws verzinnen. Dus bijvoorbeeld een medley van Bluff en Nirvana. Hey. Wat zijn dit voor rare ideeën? Of we gaan verkleed als Beyoncé en Jay-Z. Dat heeft toch helemaal geen wow-factor? Nee, wij hebben geen wow-factor. En zeker niet als we niet met een goed idee komen. Vroeger alles beter? Nee, man, doe normaal. Ik ben een stuk hater. Ze vallen wel massaal. Hey, yo. Hey. Ik ben een flexe gast. Ik heb je snacks genakt en ook je ex verrast. Hey. Pas op, want ze koopt mijn hart. Ey. Ik heb een cash gepast, want deze flexe gast is een relaxed contrast met wie ik vroeger was. Hey, shit! Ja. Zo. Ze zijn wel echt populair geworden, hè, de laatste tijd. Ik ben zo terug. Oh, je moet die met Noga nemen. Die is kapot, dus dan krijg je er twee. Drie zelfs. Nice. Hoe wist je dat? Hé, echt vette freestyle net. Gaan jullie die doen op de Summer Fiesta? Willen ze niet, denk ik. Daar zijn we al een beetje aan voorbij, eigenlijk. Niets doen op de Summer Fiesta? Dat is het schoolfeest. Ik dacht dat jij dat juist wel leuk zou vinden, eigenlijk. Vind ik ook, maar ik ben de enige geweest. Oh. Hé, wacht eens even. Is het niet een super vet idee om... Lekker zeg, dank je. Ja, ik verzin het nu zomaar ter plekke, hoor, maar... Zij? Bij ons. Bij de flexe gasten. Het is maar schoolfeestje. Misschien is twee meiden wel een leuke toevoeging. Dat zou toch kunnen? Ja, maar meedoen aan Summer Fiesta? We zijn een rapgroep, hè? Geen dwarsfluit. Pardon? Weet je niet dat ik de Fly Girls heb opgericht? Ja, die hebben wij nu achter ons gelaten om verder te gaan. Ja, en een samenwerking met jullie zou echt een hele logische stap zijn. Luc, kom even praten. Wat is dit? Kom op, waarom doe je dit? We zouden het samen. Denk nou even na. Zij zijn echt super populair. Ze kunnen met hem meeliften. En dan winnen we van Avalon en halen we de bokaal binnen. Oké, misschien. Moet je wel eerst even een stukje spitten. Wat? Ja, ik bedoel, als je goed bent met hiphop, kan je toch best wat laten horen? Dit is je kans. Kan je freestylen? Ja. Nee.
yo. Sta het hier staan. Sta en dan. Dat rijmt helemaal niet, maar. Staan en dan. Het is hier wel echt heel kalm. Hé. Hey. Hé. Hey. Staan en staan. Hey. Stop. Ik bedoel dit niet lelijk of zo, maar. Dit was echt heel slecht. Die. Die Avalon, die kan toch best goed rappen? Waarom vragen we die niet gewoon, joh? Wat? Ja, inderdaad, ja. Die Avalon is heel goed. Jongens, dit kun je toch niet maken? Avalon heeft Cindy keihard lopen pesten. Help haar nou even. Helpen? Mij? Nee, dat is echt niet nodig. Nee, nee, we hebben geen losers nodig in onze act. Want dat zijn jullie. Jullie zijn gewoon losers. Ja, wij worden gewoon de flexe meiden. Kom. Ja. Let's go. She bad. Find it twerking on the flow, hell yeah. If you hit it, then you know. Wil je dat echt? Tuurlijk. Wij hebben helemaal niemand nodig. Nee. Sorry. Sorry voor hun. Wat hun? Hun gedrag. Hun dingen. Gewoon dat jullie hebben afgewezen. Ze waren echt gemeen. Thanks. Ja. Geef niet. Kom, Zin. We gaan. Hé, hey, nu de flexe gasten ons niet meer willen, misschien kan je wel onze producer worden. De producer van de Flexe Meiden? Flexe Meiden? Wat, we hebben toch gewoon een goede producer nodig? Nou, ik heb eigenlijk wel wat leuke ideeën. Afgewezen door de Flexe Gasten, ja. Kan je dan ook helemaal niks? Hé, hey, misschien moet je meedoen met brugklasballet. Of een kaboutergroepje oprichten. Nou, ik ga aftellen voor de Summer Fiesta. Groompje wordt de afgang van het jaar. Zin in! Oh my God. Cindy, laat me met rust! Steek als een bij. Om je vijand te kennen, moet je je vijand zijn. Een verpeste sfeer. Cindy? Cindy, zou je even naar voren willen komen? Wat vind je eigenlijk van Lucas? Niks, hoezo? En nu gaan we er dus iets vets van maken. Nova komt helpen. Wat?